Lieve vrienden, er was eerst een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Die ik voor vandaag vol moet zien te krijgen. En dan gaat de telefoon ook nog eens een keer. Ook dat hebben wij erbij. Ja. Ja, hallo. Hoi schat. Dat is Chrissy dus. Dan weten jullie dat even. Ja, ik ben aan het vloggen. Maakt niet uit. Ja, hallo allebei. Ja. Ik weet niet of ze dat gehoord hebben, maar het zal. Vertel. Is helemaal goed, schat. Ik ben toch thuis, want ik bedoel, ik krijg de monteur nog van mijn moeder vanwege mijn menu. Oké. Enkel ja, hoe laat? Weet ik niet. Doet er niet toe, als ze me komen. Toch? Ja. Nee, ik had nog veel meer problemen, want het is de eerste filmpje voor vandaag. Dus dan weet je het wel. Ja, ik had geen internet. Ik heb Ziggo gebeld. Ik krijg een nieuwe snoer van 15 meter. Wat eigenlijk niet nodig is, want er gaat er niks aan. Wow. Het kon zijn nieuwe snoer of aan de instellingen van de computer. Dat wil wel eens een keer terugschieten. Dat klopt. Dat is al eens gebeurd. Nee, maar in ieder geval, het lag aan het snoer of aan de instellingen. Dus, nou ja, je weet hoe kundig ik ben. Ja, ik kan ook nog een kastje doen. Ja, nou, ik dus Roderick geprobeerd te bereiken. Nou, eindelijk kreeg ik telefoon terug van ons, want ja, ze zaten ook op school, dus ja. Dus Roderick heeft mij teruggebeld en die zei van, nou, heeft u de stroomtoevoer al uitgeschakeld gehad? Ik zei, nee, ik heb wel alle stekkers eventjes aangeduwd van achteren in de kast. En ik heb de modem uitgehad. Maar dat wil niet helpen. Ik blijf geen internet. Ik krijg geen internet. Ja, wel op mijn mobiel. Ook Astrid had het op de mobiel. Ja. Maar op mijn pc niet. Nou, hij zei, dan beginnen we de modem uit te schakelen. Ook de stroomtoevoer. En ook van uw computer. Mooi. Lachen. Ik haal een stukje de computer naar voren. Ja. Ik maak een foto van die kluwerzooi daar, van die snoeren. Zo, weet jij welke stekker ik dan moet hebben? Ja, die zwarte. Ja, leuk. Ik haal die zwarte eruit, maar het was niet van mijn pc. Nee. Dat was van Jack zijn laptop. Die staat ook altijd nog aan. Die gaat ook normaal nooit uit. Maar omdat ik mijn computer wat naar voren haalde, om erbij te kunnen, ging er inderdaad een stekker eruit zonder dat we dat wisten. Nou, toen de modem uitgeschakeld, ook die de stroomtoevoer eruit, die er weer in. Nou, toen kon ik ook de stekker er weer in doen, dus ik doe de stekker er weer in. Maar alles wat er gebeurde, twee keer niks. Ik denk, nou, ik krijg nou de rambam. Ik denk, weet je wat, ik probeer hem in die andere stopcontact. Dus ik wil die twee stekkers omwisselen. Kreeg ik van de witte stekker, waar die van is, weet ik niet. Maar daar kwamen de vonken eruit. Ik denk, wow, dat gaat weg. Dus ik ben naar boven gegaan, een nieuw opgehaald. En ik heb die erin gedaan. Knopje omgehaald dat hij deed. Stekkers erin. Maar toen ging mijn computer nog niet aan. Maar ja, Astrid die ging weer naar huis toe. Dus die zegt ook, ze zegt, nou haal dat ding naar voren en kijk van achter of alles goed zit. Ik zeg, nou ik heb al die knoppen goed aangeduwd. Ik zeg, dat zit goed. Ik zeg, maar ik ga straks verder kijken. Ik zeg, maar ik ga eerst naar de wc. Ze zegt, doe je goed. Nou, ik doe eerst naar de wc. Ik zie wat, ik haal hem naar voren weer. En ik zie wat liggen, zal ik je vertellen. En jullie ook, ja, jullie ook daar aan die andere kant. Ik denk, ja, ik zie dat zo niet.
Ik denk, ik moet even een grote zaklamp erbij. Dus ik heb die van Jack gepakt. Daar heb ik groot licht in. Nou, gekeken. Wat bleek nou, nadat ik die bak naar voren had geschoven, was de stroomtoevoer niet uit het stopcontact, maar wel de computer. Dan doet hij het dus ook niet. Nee, doet hij dat niet. Nee, dus ik heb hem er weer in gedaan. En toen knopje weer ingedrukt. Ja, toen had ik weer dat de computer het weer deed. Ik zeg nou tegen mezelf, nou hoop ik ook dat mijn internet het nou gaat doen. En ja, God zei, nou die is bedankt, ja. Ik zei, God is groot. Die heeft me geholpen om er doorheen te komen. Want ik denk, ja, wat moet ik nou? Ik heb er geen verstand van dat hele gedonde niet. Nee. Want ik zou jou anders gaan bellen van hoe laat kom je? Nou belde je zelf al, maar qua dat hulp heb ik je nou gelukkig niet meer nodig. Ja, er zijn meer dingen aan de hand hoor, maar dat gaat het publiek niet aan. Oh, oké. Dus, en ik heb nou het verhaal verteld tegen jou en tegen mijn volgers. Dus ja, dan zie je dat een mens wat kan meemaken en kan beleven. Ja, want je doet hem aan, niks vermoedend. En je hebt geen internet. Nou, dan ga je toch eerst alles uitsluiten van ja, wat is goed en wat is niet goed. Hmm. Nou, de kabel kan niet, want die heb ik nog geen half jaar. Hoe lang zit die hier? Nee. Dat heeft David nog aangesloten. Nee. Nou, dat zit goed. En ik kom niet aan die snoer, dus er kan ook niet zomaar spontaan een breuk in komen. Nee. Maar ja, ik krijg wel 15 meter snoer gratis. Nieuw weer. Dus ja, dat gaat mooi in de kist. Dus, maar oké, ik zal even met mijn volgers gaan sluiten met mijn lieve vrienden, onze lieve vrienden. Ja, want ook Chrissy heb ik hier aan de telefoon. Dus ook namens Chrissy en ik, zij de gek natuurlijk, wens ik jullie verder een genoeglijke namiddag. En ik zeg tot straks maar weer. Als Chrissy komt, vloggen we weer. Tot straks. Onverwacht bezoek Hallo. Van een wildvreemd vrouwtje. Wat een gezelligheid hier. Ja, maar zo doe je dat. Nou, dan ben je nou op de vlog dus. Okay. Ja, ze is nieuw. Ik ken haar niet. Ze komt binnengelopen. Ze is van de Nuon. Maakt ze nog reclame ook, maar we worden niet betaald. Zij wel, ik niet. Nee, dus. Dit is omgedraaide wereld. Ja. Een vrouw die leert hoe ze moet vloggen bij mij. Ja, nou, maar dat doe ik ook, de omgedraaide wereld. Dan zeggen we bij wijze van spreken, ik doe het niet, maar we laten zien, we doen het wel. Ja, hoe het even moet. Ja, dus. Maar het komt allemaal goed, ik zou zeggen. Doei doei. Tot vlogs. Hi, schat. Oh, hi. Ja, ik was er weer. Wat ga je doen? Nou, ik ga het even wat repareren. Er zijn mensen die laten wel eens wat uit hun handen vallen. Ik heb niks op mijn handen vallen. Of wat dan ook. Het viel, maar niet door mij. Nee. Was er eentje die nou er niet meer is? Ja. Die kleine zwart-witte. Ja. Even kijken hoe dat. Ja, je hebt gelijk een lichtje zo erbij, hè? Nou, je maakt maar eventjes. Proberen. Samantha die gaat toch trouwen. Toch? Ja. Gaat door. Oké, okay. Ja. Maar ja, ik ben een. Gaat een ander dat wel aan? Oh, dat maakt niet. Oh, maakt dat niet uit. Maar ik heb ook een nieuwe lamp gekocht. Ja, ik heb een nieuwe lamp gekocht. Ja, willen jullie hem zien? Dan gaan we dat even laten zien. Ja. Moest even kijken wat er gebeurde hier al. Maar dat is mijn nieuwe lamp. Waar ben je? Daar. Maar hij zal er nog wel bij kunnen, maar hij heeft best bezig geweest. Daarom. Het ziet er niet uit. Ja, meneer heeft nou pijn. Maar dat boeit me niet. Heeft hij zichzelf aangedaan? Ik heb zijn muilkorf schoon moeten maken. Want hij had buiten geweest. En ja, omdat hij zichzelf dus kaal bijt. En doet, moest hij dus ook overgeven.
ook zijn eigen schuld. Moet hij er maar vanaf blijven. En dan wil er een eruit. Onze kant af. Maar in ieder geval, dan heb je zijn kap om gedaan. En onze muilkorf droog is. Dan wordt hij hier gewoon twee keer geboeid. Ja hoor. Ik zal zelf al erop toezien dat hij eet en drinkt. En voor de rest is het, moet hij er maar vanaf blijven. En ik zal de dierenwinkel even opbellen, of er naartoe. En eens even vragen hoe, wat met die muilkorven. Ja, hij moet toch iets wezen dat hij er niet mee kan doen, maar hij kan het wel doen. Nou, geef me maar raad, geef me maar tips. Wat kunnen we eraan doen? Ja, weet jij het? Weet ik het ook. Want dan vertel jij het me wel. Toch of niet dan? Dacht ik. Maar wij gaan hier even nog zelf verder. Ze zeggen tot later. Doei, doei. Nou, meneer die staat nou lekker te eten. Hij heeft zijn lampenkap dus even af, anders kan hij niet bij. Nou, dan kunnen jullie ook zijn plek wat waarschijnlijk beter zien. Het ziet er niet uit. Dat ik ben bang dat ik hem toch kaal moet knippen. Ik heb hem al wel ingezalfd. Dat de ergste ook even overgaat. En ik denk dat ik morgen maar even die hele plek daar kaal verder ga maken. En dat ik hem beter behandelen kan, want dit is echt niet te doen. Maar oké. Ik zag er net mijn prinsesje, hier ook, die zit hier te eten. Onze Ewin. Die is ook lekker aan het smikkelen en het smullen en het doen. En Kandalf, nou ja, die heeft nog niks, want die is buiten. Ja, die is lekker buiten aan het spelen, weet ik veel wat hij doet. Ja, het zal mij een worst wezen wat hij doet, ja toch? Maar Chrissy is dus inderdaad ook al weg. De monteur is niet gekomen, daar ben ik heel boos om. Diep teleurgesteld. Dat morgenochtend, dan ga ik natuurlijk uiteraard erheen bellen. Van hallo, als jullie weer een afspraak maken, doe het dan goed. Want ik ben de hele dag thuis geweest. En er is niemand geweest. Niet aan de bel, niks, noppendendo. Dat, en gooi anders een briefje door de brievenbus, maar ook niks. Ik ben thuis geweest, dus ja, hallo. He, dan moet je toch wat merken. En de deur is altijd open overdag als ik eruit ben. En de poort is open. Morgenochtend dan komt Rebecca, moet ik er ook weer uit. Dus ja, dan is de boel allemaal open. Dan kan je binnenkomen. Simpel. Maar er is niemand geweest en ze zouden vanmiddag komen. Ja, nou, er is niemand geweest. Dus ja. Ik weet niet, het zal mij leggen. Maandagmiddag. Nou, lekker. Zit je de hele middag. Oké. Astrid is geweest. Chrissy is geweest. Gezellig gehad. Met internet aan het knoeien geweest met die computer. Nou, en dan... maar jij gaat niet zo alleenig leggen. Je krijgt wel weer je kap om, meneertje, Jodokus. Bak helemaal leeg? Zal wel niet? Gaan we kijken. Nee, is nog niet leeg. Nee hoor, maar ik pak je kap wel, want dat gaat niet zo onbemand leggen, want ik wil zo ook zelf eten. Dus het komt helemaal goed. Is melk overlegd op de kachel te drogen. Maar ja, hier, alsof hij het gewend is, hè. Hij helpt gewoon mee. Hup, klaar. Terwijl hij die kap al een hele tijd niet meer op heeft gehad. Maar ja, hij weet het. Dat het is echt een hondje met gebruiksaanwijzingen. En zijn muilkorf die heb ik schoongemaakt, maar dat riempje was natuurlijk helemaal drijfnat. Omdat je het schoonmaakt, maar het is nou droog. Dus het tussenschotje kan er weer in. Ik heb hier het tussenschotje. Die kan er weer in. Maar ja, die moet er zo in. Die kan in het gleufje, maar ja, dat moet eventjes... Zo. Kijk, je moet hier tussenin passen, maar het wil nog eens niet.
Zo. Dan zit hij er weer in. Dan heb je daar ook nog een ruimte, maar dat is korter geworden door dat tussenschotje. En nog kan hij met zijn tong, kan hij zichzelf dus verwonden. Hoe noem je dat? Zijn eigen kapot vreten, laat ik het zo maar benoemen, want dat is het toch? En likken. Ja. Maar ja, die kan hij er ook nog bij om krijgen als het moet hoor. Ja, echt wel. Ja. Wat is er dan? Wat is er dan? Wat wil je dan? Wat wil je dan? Lampenkap? Hé, lampenkappie? Ja, lampenkappie. Hé, zondag ga je onder de douche met tante Chrissy. Ja. Zondag ga je onder de douche met tante Chrissy. Die gaat je lekker even voor vrouwtje douchen. Nou, moet je weer eten dan? Hup. Doe maar. Goed zo. Grote jongen. Lekker. Ja, dus ik ben blij dat die ook weer droog is. Dus dat komt allemaal goed, mag ik hopen. Ik zal dat ding er even omdraaien en jullie weer pakken. Zo. Ik denk dat jullie mijn hand vragen, maar dan hebben jullie pech. Ja. Pech. Hé? Meneertje, je dokus. Ga maar eten hoor. Ga maar hapje doen. Nee? Of drinken? Je hebt een bak vol met frisse drinken hoor. Ja. Wat zou het nou worden? Doe ze gok. Wat gaat het worden? Hé? Weet je het niet? Loop je met de ziel een beetje onder je poten? Hé? Wordt het dikkie, hè? Niet weten wat we zouden nooit willen gaan doen. Hé? Kerel. Hallo? Hé? Hallo? Ja? Je bent lief. Je bent verder zo lief. Ja? En je vrouwtje houdt ook van jou. Jouwe. Zeker. Ja, maar ik vind het zo erg dat jij je steeds kapot bijt, man. Ja. Boefie. Oké, we gaan dat eventjes opruimen. Chrissy de kopje even opruimen, die staat er ook nog. En ik heb geen zin om uitgebreid eten klaar te maken. Ik ga een broodje met een warme, lekkere gehaktbal uit de soeppan. Die zet ik even op en dan ga ik lekker dat opeten. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag, avond, weet ik veel, ik weet niet hoe laat het is. 18:26, 6:30 dus. Ik heb er net Sinterklaasjournaal gezien, leuk, maar wat ik niet leuk vind is die zwarte pieten. Ze zijn niet zwart, nee. Ja, onze oude piet, die is zwart. Maar die andere, allemaal daar veeg, nou. Luisteren we naar Sylvana? Nee! Ik ben zo kwaad op die vrouw. Ja, laat het dan. Ze is er niet geboren, ze is hier geboren. Maar de roots leggen wel daarin, weet ik van waar ze vandaan komt. Laat haar dan daar naartoe gaan, waar haar roots leggen. En trouwens, ze is er ook mee grootgebracht. Dus dat heeft ze te zeuren. En ze moet terugkijken naar de historie van Sint Nicolaas en de Pieten. Ja! Laat haar op internet dat gaan opzoeken. Laat haar dat lezen. Laat haar met de neus op de feiten drukken. Dan weet ze dat het geen slavernij is, want dat is het niet. Nee, Sinterklaas hielp juist die mensen. Maar ja, dat wordt niet geloofd door haar. Nee, het is gelijk slavernij. Nee, het is geen slavernij. Lang niet, nog nooit geweest ook. Dus ja, waar zeurt ze over? Daar ken ik me dus. Dat zijn dingen dat ik me boos wil maken. Ja. Hup, in de koelkast. Zo. Maar oké, genoeg gedaan. Ik ga voor mezelf. Oh ja. Dat genoeg gepraat. Ik ga lekker voor mezelf zorgen. Ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei.
Ja, lieve vrienden, ik zit al op bed. Om van jullie even afscheid te nemen voor vandaag. Het is even lichtje erbij schijnen. Ik zie het niet eens. Het is 2:51. Dus ja, tijd om te slapen. Maar buiten, het gaat onweren. Nou, daar ligt meneer met zijn kap om. Daar ligt Eeuwin. En Kandal, die ligt op de wasmachine. Nou, zou ik zeggen, laat me lekker liggen, toch? Ja. Wij gaan lekker slapen. Althans, ik hoop dat ik kan slapen, want ik ben zelf helaas bang van onweer. Dat heb je wanneer je in het verleden erge dingen mee hebt gemaakt. Maar ja, we proberen het gewoon. Ja, toch? Niet geschoten is altijd mis. Ik ben wel moe. Maar oké. We gaan het nou lekker proberen, ik zou zeggen, wel trusten en graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.